Ik ben momenteel bezig met een aantal mensen te discrimineren, want dat is wat de minister eigenlijk van mij vraagt, van de nieuwe, met de nieuwe regels van de coffeeshop-eigenaars vraagt. We moeten dus discrimineren. Als je niet in Nederland woonachtig bent, kom je er niet in. En wil je niet laten registreren als Nederlander, kom je er ook niet in. En dat is natuurlijk wel vreemd, maar het is niet anders. Ik word ertoe verplicht. Deze mensen gaan vervolgens allemaal naar het politiebureau en gaan daar een aanklacht wegens discriminatie tegen mij indienen. En nou ja, goed, dan gaan we kijken wat daarvan komt. Vervolgens ga ik dadelijk om 11 uur gewoon weer voor iedereen open. En dan zullen we dus gaan vaststellen dat iedereen er naar binnen mag komen. En dan ben ik eigenlijk burgerlijk ongehoorzaam. En op dat moment moet de burgemeester optreden en dan zal ik worden gesloten. Dus we gaan het allemaal meemaken dadelijk. Dus je laat het erop aankomen dat het uiteindelijk voor het gerecht komt? Nou, één ding is zeker. Ik ga niet vrijwillig discrimineren. Nu niet, nooit niet. Dus dat gaat ook echt niet gebeuren. Dus inderdaad, ik laat het vrijwillig erop aankomen dat het voor het recht gaat. Kijk, zo zit het recht in Nederland ook in elkaar. Hè? Je kunt alleen maar een rechtszaak beginnen als je inderdaad de regels eerst overtreedt. Nou, daar stel ik mij dan voor beschikbaar. Met vreugde zou ik zeggen, want het gaat hier om iets heel zwaars. Artikel 1 van onze eigen Nederlandse grondwet. Gij zult niet discrimineren. Dus dat ga ik dus echt ook niet doen, ook niet als mijn minister me daartoe probeert te dwingen.